Geachte rector, vice-rectoren, voorzitter, leden van de GBU Academische Raad, collega's, studenten. Wat hebben u, ik, wij allemaal samen gemeen? We hebben gemeen met z'n allen dat we zijn ontstaan uit een bevruchte eicel, gegroeid tot een foetus en als baby zijn geboren. En we zijn ontwikkeld tot wie we nu zijn. Deze ontwikkelingsprocessen zijn ontzettend mooi, maar ook zeer ingewikkeld. En meestal lopen ze goed, maar af en toe gaat het fout. Tijdens de zwangerschap kan een bloeding of een ontwikkelingsstoornis ontstaan. Een zuurstoftekort, kort voor, tijdens of kort na de geboorte. En dit zuurstoftekort kan leiden tot hersenschade. Indien hersenschade aanwezig, dan spreken we van hersenverlamming, ook wel cerebrale parese genoemd. En deze hersenschade kan leiden tot één of meerdere beperkingen. Hersenverlamming of cerebrale parese komt wereldwijd voor bij 3 op 1000 nieuwgeborenen. En dat is veel. We onderscheiden 3 types. Een spastisch type, een dyskinetisch type en een atactische hersenverlamming type. Het tijdstip van het ontstane hersenletsel bepaalt mee dit type. En spastische CP is de grootste groep. En spastische tijd wordt gekenmerkt door een verhoogde spierspanning. De impact is duidelijk zichtbaar bij het bewegen, zoals hier bij stappen. De tweede grootste groep is dyskinetische CP. En ze wordt gekenmerkt door onvrijwillige, ongecontroleerde bewegingen, zoals traag wringende bewegingen, dystonie, of snel afwisselende bewegingen zoals chorioatitose. 70% van die groep kan niet stappen. Grijpfuncties zijn zo goed als onmogelijk, net als rompfunctie en spreken. Ze zijn als het ware opgesloten in hun lichaam. Evaluatie van die dystonie en chorioatitose was lange tijd onbetrouwbaar. Inzichten in de aandoening waren schaars en behandeling waren heel moeilijk. Dit is de focus van onze onderzoekslijn. Het is al gezegd geweest, en we weten dit, meten is weten. Wij ontwikkelden een videomeetschaal die de aanwezigheid en de ernst van dystonie en chorioatitose konden meten, op een betrouwbare, valide, voldoende sensitieve manier. En hiermee verkregen we nieuwe inzichten. Klinische patronen werden zichtbaar, als ook de impact op functionele activiteit. Ook de relatie met hersenletsels werd hiermee duidelijker. De behandeling bleef echter moeilijk en daarom werden in 2017 verdere richtlijnen uitgezet voor een meer comprehensieve aanpak. Op medisch vlak is veel onderzoek bezig, lopende, zoals het gebruik van orale medicaties of neurochirurgie. Resultaten zijn wisselend. Op revalidatievlak wordt sterk ingezet op functionele activiteit en participatie. Nieuwe technologieën spelen hierin een belangrijke rol. Onder andere in het meten van therapie-effecten. Onze videomeetschaal heeft ze net bewezen en die werd in recente studies nog eens onderlijnd, maar tegelijkertijd zetten we volop in het bewegingslabo in Brugge en in een breder Europees kader op innovatieve technologieën. In het ITCA-project wordt met behulp van infraroodcamera's en IMU's, Inertial Measurement Units, een nieuw platform ontwikkeld om nog objectievere metingen te kunnen maken. Met accuratere metingen van dystonie en chorioatitose zullen we behandelingen optimaler kunnen afstemmen op de individuele patiënt. Nieuwe technologieën creëren ook een hefboom in het revalidatieplan. Systematisch vragen kinderen, ouders en begeleiders 3 wensen. Onafhankelijke mobiliteit, communicatie, schools functioneren en vrije tijdsbesteding. Maar hoe doe je dit bij een groep waarvan dat 70% niet kan stappen of onvoldoende handfunctie hebben? Standaard joysticks en muisbedieningen zijn echt niet mogelijk. Voor onafhankelijke mobiliteit kozen we voor hoofdvoetbesturingssystemen. En binnen ons mobiliteitsproject, MOVIT,
met een smart, innovatief besturingssysteem ontwikkeld, waarmee tegelijkertijd inzichten werden verworven naar de optimale aanleer- en rijprestaties. Oogbesturing is veelbelovend als computerinterface in deze groep. En samen met onze Australische collega's onderzoeken we hoe we deze best kunnen gebruiken in onze populatie. Pilootstudies tonen een groot potentieel en stemmen ons positief voor een grotere interventiestudie. High-tech revalidatie, dit heeft een mooie toekomst, maar er zijn ook uitdagingen. Een recente studie toont de breder wordende kloof tussen gezinnen die innovatie wel of niet kunnen veroorloven. En wat hebben u, ik, wij allen, gemeen onder onze alma mater? Dat is een maatschappelijke rol. En die rol gaan we ook opnemen met de nieuwe foundation, Moveit Foundation, om de kloof tussen die arme en rijke gezinnen te gaan overbruggen. We zijn gestart met wiskunde. 1 plus 1 is... Maar 1 plus 1 is ook 3, namelijk teamwerk. En teamwerk is essentieel om bruggen te maken, grenzen te verleggen. Volgend op deze presentatie wil ik graag de film inleiden, waar teamwerk centraal staat, maar ook inclusief denken. Het is een innovatief onderwijsproject dat nu sinds 10 jaar wordt georganiseerd. Het is een sportkamp onder leiding van docent Annie de Weert. En dit kamp is echt inclusieve praktijk, of in de inclusieve gedachte, in de praktijk. Dank u wel. Wij zijn hier vandaag samen met studenten revalidatiewetenschappen en kinesitherapie van de tweede bachelor aan de KU Leuven Campus Brugge. Deze sportweek kadert eigenlijk binnen de stageopdrachten, binnen het domein van de aangepaste bewegingsactiviteiten. Studenten moeten hier mensen met een beperking observeren, mensen met een beperking analyseren. We leren de persoon het kennen, eerst met zijn beperking, maar al snel ben je daar dan mee te babbelen en dan zie je toch wel duidelijk de persoon achter de beperking. High five! Bam! We willen zien dat een student op een verantwoorde manier een patiënt-therapeut relatie kan opbouwen. Voilà, patat, het bal is weg. Goed gedaan. Iedere student heeft een groepje van ongeveer 3 deelnemers. En die moeten we verzorgen. Daarnaast maakt elk groepje een lesvoorbereiding, dus we zorgen ook voor een activiteit. We hebben mensen met heel veel verschillende en ook heel veel zware pathologieën. Zoals dwarslesie, cerebraal parese. En dat zie je dan nu ook gewoon een keer in het echt. Elke avond zitten we samen met een groepje studenten. En dan gaan we eigenlijk alle info die wij onder collega's gedurende de dag verzameld hebben over het functioneren van de studenten als groep, over het functioneren van studenten individueel, die info gaan wij naar hen terugkoppelen. Go. Als student zal ik hier wel anders uitkomen uit het sportkamp. Want voordien, als je op straat liep en je zag iemand met een beperking, wist je totaal niet hoe je ermee om moest gaan. Maar na dit sportkamp ben je echt wel te weten gekomen dat die mensen heel veel kunnen, dat ze zoveel meer zijn dan je denkt.